zo goed mogelijk laten zien wat een kunstenaar vroeger moest doen om zo'n schilderij te maken. En daarbij ook wat zijn afwegingen waren, hoe hij aan zijn spullen kwam. Dus dat je dat hele verhaal erbij kunt vertellen. Ja, maar dan gaat het eigenlijk vooral over die weg daar naartoe. Het heeft maanden geduurd. Dan kom je problemen tegen. Wat was het grootste probleem? Het grootste probleem... Nou, er waren onbeschrijfelijk veel problemen. Hè. Het is een... Maar het allerergste? Het allerergste was dat het doek... dat was er zeker. Het allerergste was dat het doek zoog. Er zat te weinig olie in de grondering. Maar dat weet ik eigenlijk ook echt pas... Nou, sinds vrij kort dat het probleem was. Want we wisten toen niet wat het probleem was. Wat was er met de grondering? Ja, we hadden een heel brosse grondering eigenlijk, zou je misschien kunnen zeggen. Of heel droge grondering. Dus je schildert niet zomaar op kaal lin, hè. Daar zit al een laagje op. De grondering, dat is dat je vind je de kozijn in de grondverf zet. Ja. Precies, en in de 17e eeuw deden ze dat ook met een kleur. Zodat je al een soort steunkleur hebt. Dat je niet op hard wit zit te schilderen, maar op dus een bij Rembrandt. Bruin. Donkerbruin. Precies, bruin. Ongeveer. Maar het was een heel droge grondering. Dus alle verf die je erop zette, olieverf, die zoog er in. Dus die trok er gelijk in. Want die grondering die wilde nog veel meer olie hebben. Dat is wel een groot probleem. En dat was een heel groot probleem. En dat was zo'n groot probleem. Dat was een oplossing die we toen hebben bedacht, was uitolieën. Wat een redelijk historische oplossing was hiervoor. Dat was jouw oplossing, geloof ik, hè, Michel? Ja, we hebben toen bij elkaar gezeten. Hoe gaan we dat oplossen? Maar ja, je leest dus in de recepten en in de boeken dat ze in de 17e eeuw ook tegen die problemen aanliepen. En dan inderdaad uitolieden. Dus de verf wordt droog of de grondering zuigt te veel. En de volgende dag moet je verder schilderen. En dan werd die partij, die dag, die giornato, die werd met olie ingesmeerd. Ja, maar het was een groot probleem. Ik vergelijk het met een pizza. Die bodem is gewoon heel belangrijk. En daar moet je iets mee gaan doen. Rembrandt is als een pizza. Ik heb het niet gezegd. Maar ja, Lisa heeft het... she braved it. Een schilderij is hoe dan ook een verzameling van problemen en foutjes. Hè? Dus zo zijn we er veel tegen gekomen. Ja. En jij hebt ook in de geschiedenis...